Het is 4 januari, 15 jongeren zitten klaar voor de play-in met Erik Vloeimans in de Zeeuwse Concertzaal. Ze gaan composities spelen van Erik Vloeimans uit zijn boek The Horn of Plenty. Gerben hebben jullie al een keer gezien, die stond al een keer op het toneel, samen met Nout. Herinner je dat nog? Dat was, en daar is er nog iemand die daar was. Ja, leuk allemaal om jullie weer terug te zien. Nout. En dat is Jochem. Jochem, wat speel jij? Ach, daarvoor? Zeker weten. Ja. Koffer op de schoot. Zo is dat. Laten we eens kijken, wat komt eruit? Een trompet. Vraag om de kleine Erik, maar daar is hij. En hij speelt klarinet. Kijk, we hebben een grote Erik dadelijk, maar dit is de kleine Erik. Heel erg. Erik is gekomen en de toetsenist is Sjoerd van Eyck. Het is duidelijk dat jij horen speelt. Wat is jouw naam? Saartje. Hoe lang heb je al les? Nou, ik heb eerst al 4 jaar les gehad. En toen ben ik heel lang gestopt. En sinds dit jaar ben ik er opnieuw. En leuk, heb je het naar je zin? Ja. Ja. En hoe lang speel jij al? Een half jaar. Een half jaar nog maar? Wauw, en dan kan je nu al meedoen. Ja. Geweldig, nou dat is top. Dank je. En later zal het misschien wel zo gaan klinken. Blazers, succes!